Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geliefde broeders en zusters. We staan hier in het gebied Galibali, dat is namelijk een vluchtelingenkamp waar mensen naartoe zijn gevlucht vanuit oorlogsgebied of vanuit de droogte. En hier in situaties zijn beland echt pijnlijk, pijnlijk. En alhamdulillah, met de wil van Allah en met de donateurs van de Ghataf Foundation, zorgen we ervoor dat hier meer dan 900 gezinnen verblijd worden met een basispakket. Waarin je namelijk de olie, de dadels, de suiker, de meel en de rijst hebt om in ieder geval de komende weken mee vooruit te komen. En als je kijkt wat ze hebben, soms dus niks, zijn ze echt verblijd door jullie donaties. En komt er een glimlach op hun gezicht en is er zelfs een zorg van ze weggenomen in deze Ramadan. Geliefde broeders en zusters, mogen Allah jullie rijkelijk belonen. En ik vraag Allah als vastende en ik vraag Allah als reiziger in deze vluchtelingenkamp aan alle donateurs van de Ghataf Foundation, mogen Allah azzawajal met de sadaqa die jullie hebben gedaan, of een deelactie, of de dua, mogen Allah azzawajal jullie behoeden van armoede. Mogen Allah jullie nooit in dit soort situaties terecht laten komen. En mogen Allah jullie laten eten uit de jannah. Mogen Allah azzawajal jullie zieken daarmee genezen, jullie ouders daarmee barmhartig zijn. Mogen Allah hier degenen die overleden zijn, jullie met hen herenigen in het Firdaus al-A'la. Jazakumullah khair namens al Ghataf Foundation hier, ook vanuit Somalië. Kijk, subhanallah, hoeveel mensen jullie verblijden. En als je kijkt, subhanallah, hoe eigenlijk de huisjes zijn. Kijk eens hoe klein. Alleen een matras en dat is het. En dan zitten ze soms dus met heel veel kinderen. Kijk, pasgeboren kinderen, mashallah. En dan hebben ze dus hier allemaal huisjes met als familie bij elkaar. Met een keuken, met een kitchen. Hier doen ze dus het kookwerk. Dus ze hebben een keuken apart, kijk hoe die eruit ziet. Kijk naar jouw keuken en dank Allah. En geef op de weg van Allah, zodat Allah dat wat je hebt, namelijk blijft zegenen. En namelijk bij Inshakantum Nazir en de Bazeen, die dankbaar zijn die alleen mee meer krijgt. Assalamu alaikum.